Goedenavond allemaal, ik ben professor Cecilius en ik doseer aan de Concordiaanse Universiteit door tovenarij en hocus pocus. Ik kreeg van jullie de vraag of jullie mijn tovenarijlessen gedurende een jaar zouden mogen filmen. In ruil daarvoor zouden jullie een grote som investeren in mijn BVBA. Uiteraard stemde ik daarvoor in en ik stel jullie alvast voor aan mijn leerlingen. Dit is Lupos, hij is een lieve jongen, maar is al 6 jaar blijven zitten. Hij weigert zich steeds aan te passen aan de nieuwe voorschriften. Hij doet zijn best. Slaagt in de praktische tests, maar is heel erg lui. Dit is Amadeus. Hij heeft erg veel talent en goesting om tovenaar te worden, maar is gewoon ronduit lomp. Met de theorie heeft hij het ook erg moeilijk. En als laatste hebben we Carissimi. Zij is nooit echt bij de les, is eigenlijk gewoon simpel, maar haar enthousiasme maakt erg veel goed. Het is een plezier om haar in de les te hebben. Dit jaar gaan we allerlei nieuwe dingen leren. Maar eerst nemen we een kijkje in het eerste jaar. Daar staan de leerlingen klaar voor hun eerste lesjes. Die gaan nog niet over de echte tovenarij, maar ze leren alvast de bijzondere krachten van de magische muziek kennen. Luister maar.